artiesten in Nederland, ik heb het dan over het einde van de jaren 70, begin de jaren 80, hebben we langs verschillende maatschappijen gelopen met onze plaatjes en onze bandjes. Nou, je hebt het verhaal net gehoord van Kaf Blauw. Nou ja, we hebben als het ware dezelfde dingen meegemaakt, maar misschien nog erger dat mensen niet eens met je willen praten. Als ze al horen van ja, waar komt u vandaan? Geen Amerikaan, geen Engelsman, maar je hebt toch een accentje, vragen ze van. Ja. Hoe vind je dat er over het algemeen in Nederland tegen zwarte artiesten wordt aangekeken? Nou ja, kijk, mensen willen ons snel vergelijken met de andere zwarte artiesten die ze zien op de televisie, dus voornamelijk de Amerikanen. En dan heb je zoiets dat, ja, de Amerikaan is dan een soort super negro, die kan alles. Noem ze op Michael Jackson, Prince, boxers als Muhammad Ali en in de film zitten ze Sidney Poitier, Eddie Murphy enzovoorts. En vaak denken mensen van ja, ik speel wel eens met mijn groep Frafra Sound. En dan vinden mensen het prima en als we onze nummers in het Engels aankondigen en dan komen ze later een handje schudden. En dan beginnen ze Engels met ons te praten. Zeggen we van nou, doe niet zo moeilijk, we praten ook Nederlands. En dan zijn mensen teleurgesteld. Omdat ze dachten dat ze hebben gekeken naar die super negro's from the United States. En het blijkt dus dat het gewoon die negro's from around the corner, you know, van on the hook, you know. En daar zijn mensen teleurgesteld. Maar dat is om maar aan te geven hoe men er tegenaan kijkt. Maar hoe komt het dat die alleen hitjes, Gilly had het er net over, van die gezelligheidshitjes doorbreken? Breek me de bek niet open, ik wou er net iets over zeggen. ik vind dat er in het vorige gesprek is er voornamelijk gepraat over. Het is popmuziek, maar popmuziek is een zeer ruim begrip. Ja, je hebt ook Filipijnse pop en Japanse pop, Russische pop, Argentijnse pop. Oké, laten we. Het is nou eenmaal realisme dat die hele popindustrie gedomineerd wordt door de Anglo-Amerikaanse popindustrie, de Amerikaanse of de Engelse. En daarna nog wat dingen die zeg maar ja, minder belangrijk zijn. Maar ja. Als je hoort wat men zegt en wat men denkt, er is voornamelijk gepraat over de hitmuziek. Ja, maar dus de top 10, de top 5, de top 40. Maar er is ook andere popmuziek die kwalitatief net zo goed is. En die zeg maar, zonder die muziek zou er geen sprake kunnen zijn van een popcultuur. Maar jij wilt reageren op wat Richinel zei? Ja, er is voornamelijk gepraat hier over, over de hits, weet je, en de top 5. Maar er is ook kwalitatief goede popmuziek die niet zo zeer gemaakt wordt om in de top 10 te zijn, maar wel goed is voor consumptie. Ja, SMA is een specifiek Surinaams label. Waarom? Nou, laat me het zo zeggen. Er zijn ook witte muzikanten geweest die bij ons zijn gekomen en zeggen van we maken zwarte muziek, we willen onze plaat bij jullie uitbrengen. Nou, tegen die jongens hebben we alleen maar kunnen zeggen dat we in feite voor onze eigen artiesten niet zoveel konden doen. En nou, ik heb ze een lijstje gegeven met 100 andere independents die vergelijkbaar zijn met SMA, waar ze terecht zouden kunnen. Maar men heeft net ook over de popindustrie, de platenbusiness zitten praten. En kijk, veel mensen zien het maken van platen alleen als het hebben van succes en het verkopen en het verdienen eraan. Nou, onze muziek komt uit een vrij jonge muziekcultuur, de Surinaamse, de Antilliaanse cultuur. Over die dingen heb ik het dan in Nederland. Dan merk je dat het maken van platen voor ons nog een ander doel heeft, namelijk het vastleggen van wat we doen in een bepaalde periode. Want ik ben namelijk een jonge muzikant, maar ik kan niks doen met het werk van mijn voorgangers uit de jaren 40 of de jaren 50. Het is er niet. Kun je wat zeggen? Verschilt de positie van zwarte muzikanten in Nederland met die van witte muzikanten? Want we hebben het net gehoord, die witte muzikanten hebben het ook heel erg moeilijk. Dat klopt, dat klopt. Dat weet ik. Ik werk wel eens met witte bandjes enzovoort. Maar ik geloof dat er een verschil is, een verschil in uitgangspunt. Het is zo dat amateurgroepen, zwarte amateurgroepen, als ze een beetje reggae spelen, een beetje swingende muziek, dat ze sneller aan de bak komen dan een wit popgroepje wat ergens in de provincie begint. Omdat er dan, vergelijkbaar met wat die witte popgroep uit de provincie doet, dat er zoveel mensen zijn die het in Nederland doen, in heel Europa, uit de Verenigde Staten. Als ze rock maken, als het new wave is, er is zoveel van dat aanbod. Maar het moment dat die groepen een langer bestaan hebben, dan merk je toch wel dat zo'n witte groep uit de provincie op een gegeven moment meer kansen maakt om door te breken tot
Hilversum bijvoorbeeld, als we dan over Nederland hebben. En dat het zwart groepje op een gegeven moment na het succes in het begin, dat ze het, hoe langer ze bestaan, dat ze steeds moeilijker beginnen te krijgen om professioneel te kunnen blijven bestaan. Ik denk dat er iemand wil reageren in de zaal. Hier in de zaal werd een vraag van die jonge dame. Ja, ik wou dus weten, jullie spreken hier over zwarte muziek in Nederland. En dan ga je dan meteen ook in de hoek van de Surinaamse muziek kijken. Maar als je dan nagaat dat bijvoorbeeld op het concert in Wembley voor Nelson Mandela de zwarte muzikant ergens op een podiumtje aan de zijkant even mocht optreden. En verder de hele avond en dag werd gevuld met rockmuziek, hard rock, punk, new wave. Dat is ook allemaal best natuurlijk. Maar een Stevie Wonder die krijgt dan wel natuurlijk zijn kans, omdat dat al een van de meest erkende en bekende zwarte muzikanten is. En ook een van de beste natuurlijk. Een Youssou N'Dour, die tegenwoordig ook heel erg gewaardeerd is, die wordt ook weggedrukt. En dat is echt ook kwaliteit. Dan heb ik het over Afrikaanse muziek. Ja, wat ik hierop zou willen zeggen is dat het dus dat het niet een probleem is die alleen in Nederland afspeelt. Ja. Dat probleem speelt ook zich ook af in Londen met de Jamaicaanse en de migranten uit het Caribisch gebied, uit Afrika. Nou kijk, het feit dat Nederland kleiner is en dat veel dingen kleinschaliger zijn, dan merk je dat ook dat mensen de klappen hier sneller voelen. Wat je net zei over Youssou N'Dour, dat die man op een zijpodiumpje mag optreden, dat geeft ook alleen maar aan dat het niet iets is van Nederland alleen, maar dat het een internationaal probleem is. Het is eigenlijk geboycott. Ook de zwarte steeds muzikanten in de Verenigde Staten, die zitten met een bepaald probleem. Want Michael Jackson die heeft zijn neus laten opereren en plastische chirurgie gedaan om zeg maar zijn muziek te kunnen afzetten in witte programma's bij witte popstations enzovoorts. En ja, ik vraag me af als je als artiest zo ver moet gaan om het succes wat je voor ogen hebt te kunnen bereiken. Je noemt Amerika. In Amerika is Tamla Motown is opgericht ook uit een soort bepaalde frustratie. Het is ook een onafhankelijk label geweest. Ja. Is SMA te vergelijken met Tamla Motown? Nou, het verschil is dat er in Amerika, dat er op dat moment, dat er Amerikaanse burgers waren die wat zagen in dat idee van Motown. Die markt is ook veel groter. Op dat moment was er nog zoiets als segregation in Amerika. Er waren gescheiden markten ook van die popmuziek enzovoorts. Dus het liep nog niet zo door elkaar als dat het nu is. Je hebt een wit publiek voor Michael Jackson. Je hebt ook een zwart publiek. Het loopt ontzettend door elkaar bij bepaalde artiesten. Toen was het nog niet zo. Maar er was een kapitaal van zakenmensen. Italianen, weet ik veel waar ze vandaan kwamen, die zeiden tegen meneer Gordy, Barry Gordy, van oké, we zien wat in je idee, dus we stoppen kapitaal erin om het bedrijf groot te maken. Dat is nou het probleem in Nederland. We hebben een aanzet gegeven met SMA, we hebben zelf als artiesten hebben we geld erin gestopt, iets wat niet normaal vaak voorkomt, dat artiesten zelf geld steken in hun producten. We hebben dat wel gedaan om een aanzet te geven naar die andere maatschappijen hier in Nederland. We hadden gehoopt dat een grote maatschappij zou zeggen van oké, jongens, jullie produceren, ik verkoop en ik adverteer, ik maak publiciteit ervoor enzovoorts. We doen het samen. Goed, Vincent, heel hartelijk bedankt. En dan gaan we nu kijken naar één van jouw bands. P.I. Man en Mimre Buku. Animal is young, was rough and steal away.
Dit was bij Lobit en we zijn er volgende week weer met een nieuwe uitzending. Om 7 uur, om precies te zijn, VPRO Televisie. Volgende week gaat het over seks en erotiek. Tot ziens. See you next week.